Het is een hele verrassende uitslag tot nu toe. Ja, dat kan niet anders zeggen. Die 4-6 waar wij op gepeild stonden, dat komt wel uit. Helaas. Uiteraard had ik heel erg gehoopt dat wij op een hogere exit poll uit zouden komen. Maar met name de 35 zetels voor de PVV die nu in de exit polls komen. Ja, dat is echt een hele stevige en ook wel verrassende uitslag. Ja, en het verschil met de nummer 2 is heel erg groot. Hè? Is groot, ja. Als je naar de Partij van de Arbeid GroenLinks kijkt, ook daar zit toch nog wel een verrassing in. Dat de VVD toch echt wel echt ook is achtergebleven. Maar met name die PVV, dat is echt giga. Zag je dit aankomen? Nou, je zag de laatste dagen wel natuurlijk dat daar de beweging in kwam. Waar vorige week nog de beweging bij het NSC van Pieter Omtzigt zat, zat hij nu heel duidelijk in de PVV. Je weet gewoon niet wat het wordt. Hè? Je gaat zo'n dag in. Je weet niet wat het wordt. En dat geldt voor iedereen in Nederland. Alleen voor degenen die meedoen is het natuurlijk net een tikkeltje anders en spannend. We zullen zien. Zag je het aankomen? Nee, je hoopt uiteraard op een betere uitslag. We weten natuurlijk dat wij een moeilijk vaarwater zetten. Maar ik moet zeggen, de nieuwe generatie kandidaten hebben een hele mooie campagne gevoerd. Met positieve spirit, zeg ik even, ondanks weten waar we vandaan komen. Ja, de peilingen gaven dan een beetje aan. Ja, de resultaten van de peilingen zie je nu ook terug voor ons in de exit polls. Het is natuurlijk afwachten dadelijk. Het kan één of twee zeteltjes schelen, maar daar moet je het mee doen. En ja, ik ben gewoon heel teleurgesteld in deze uitslag, omdat ik echt gehoopt had dat er meer in zat dan die 5 zetels. Maar het is wel een rare mix waarmee ik hier sta, omdat ik tegelijkertijd heel trots ben op deze partij. We hebben de afgelopen 14 weken een hele positieve campagne gevoerd. Met geen intern gedoe, met alle neuzen dezelfde kant op. Met zoveel trotse kandidaten die zo hard gewerkt hebben. Ook als ze op plekken stonden die niet verkiesbaar waren. Dus het is een rare mengeling van enerzijds enorme teleurstelling die misschien juist wel groter wordt door dat andere feit. Namelijk dat er zoveel energie weer in deze club zit. En dat geeft mij ook hoop wel voor de toekomst. Dit is niet het laatste wat u voor het CDA hoort. Dit is denk ik ook een start van een nieuw begin. Ja, u gaf het al een beetje aan, al die vrijwilligers. De stemming is helemaal goed. En nou hebben we niet zoveel ervaring dat we bij deze bijeenkomsten zijn. Maar het applaus was wel veelzeggend eigenlijk. U heeft zich in de afgelopen tijd wel populair gemaakt binnen het CDA. Voelt u dat ook zo? Ja, dat voel ik heel erg. Populair, alsof je dan een soort popster bent. Zo voel ik het niet. Ik voel het als steun voor mijn verhaal en steun voor de ploeg die ik bij elkaar heb gezet. Want dat komt samen. Het is natuurlijk ik als lijsttrekker, maar ook het verhaal wat we neerzetten met de jonge mensen die daarbij horen. Boodschappen en boodschappers horen bij elkaar. En ik denk dat mensen dat zien en ik denk dat mensen zien dat wij weer een team vormen. Die niet met intern gedoe bezig is, maar die met ons eigen verhaal fier naar buiten gaat. En dat gaat zich uitbetalen, maar dat heeft ook even tijd nodig. Nou, deze uitslag laat zien dat wij teleurgesteld zijn. Maar ik heb wel toch veel energie om hiermee door te gaan.